Laat in de comments weten, de Aventador S. Hoppa, daar gaat hij, tot snel. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik heb ongeveer 2 weken nu de Lambo en dacht dat ik hem ophaalde. En ik deed het stuur helemaal naar rechts, hoorde ik een soort tikgeluid. Hoor maar, ik heb het even gefilmd. Hoor je dat, John? Tak, 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 tak. Links voor, bij deze wiel. Dit stuurde ik door naar John. En ik zei, John, dit klopt niet, jongen. Volgens mij is er iets mis. Elke keer als ik mijn stuur helemaal naar rechts draai, hoor je tik, 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 tik. En het wordt steeds erger, dus vandaag komen ze me even ophalen. En dan gaan ze er naar kijken. En kijk eens wie we daar hebben. Morgen, Dan! Ik sta even met mijn mond vol tanden, joh. Met je bek vol tanden, ja. Mijn bek vol tanden. Zo. Ding? Hè? Vind je hem gaaf? Ja, ik vind hem gaaf. Ik heb het voordeel erop. Yeah. Ja, dik hè, die spoiler. Wat vind je van dat carbon dan? En die kleur hè? Ja, en de kleur. Dat is wel een goed kleurtje doen. Ja, goede keuze gemaakt. Smaak. Ik vind geel mooi, maar. Over geel gesproken, ja, volgens mij ben jij met je gele beest. Ja, ik denk even kijken wat het mooiste. Welke de mooiste is. Ja. Doe ik even de garage open. Leuk man. Nou, Dan, jij zegt welke mooier is. Welke vind je zelf? Ja, ik ben wat groter hè, dus. Dan past deze groter ook bij je. Ja, dit is natuurlijk een groter model van Lamborghini, de V12. En dan heb ik de V10. We kwamen elkaar voor het eerst tegen, hè, met deze. Wat zeg je? Toen wij voor het eerst elkaar tegenkwamen, weet je dat nog? Ja, wij hebben elkaar ontmoet. Ik zeg tegen Dan, Dan heeft de supercarverhuur. Wat is dit? Morgen! Dan is natuurlijk van de supercarverhuur en toen had ik hem een mailtje gestuurd. Toen kon ik eigenlijk maar net auto rijden. Mag ik alsjeblieft, in ruil voor een vlog, alsjeblieft die Lambo een keer voor een dag mee? Nou, dat mag. Zo kennen we elkaar. Hij kreeg een derde been. Ik kreeg een derde been die even harder ging werken dan die auto. Ja, dit is zo leuk van die V12, hè? Dat is natuurlijk zo'n vleugeldeur is. Ja, een vleugeldeur, dat heb ik niet. Gevaar. Dat is echt Lambo eigen eigenlijk. Ja, dit. Het heeft wel veel van elkaar weg. Ja, tuurlijk, Lambo is Lambo. Maar deze is zoveel groter, hè? Kijk, dan zie je ze achter elkaar staan. Dat is wel een groot ding. Dat is echt een groot ding, ja. Nou, kijk, daar staan ze. Laat in de comments weten: de Aventador S of de Lamborghini Huracan Performante. Kan ik hem starten, maat? Ja, ik zou het doen. Ja? De fiets weg. Ja, hij gaat filmen. Ja, dat is echt een speeltuin voor volwassenen eigenlijk. Slaat helemaal nergens op. Ik wil ook even starten. Start jij hem dan ook? Ja, ja. Maar niet ref, hè, maat? Toppie! Kijk dan, dit is allemaal ook van carbon en die uitlaat. Gewoon 3 stuks. Nou, ga Dan hem eens even starten. Zo anders, hè? Heel anders. Dan, niet doen! Eigenwijs! Ja, ik weet dat het verleidelijk is, maat, maar echt voor de buurt en afspraak met politie. Oké, jongens, we hebben hier prachtige bandkasten. We zitten te twijfelen of we die gaan houden. Nee. Die was niet goed. Wow! Die was beter. Mag ik een keer... Mag ik een keer pleuren dan, dat ding? Ja? Ik zweer het je, wat een goede kasten zijn dit, grap. Smijten. Ja, dat ging niet. Ja. Hier, smijt de rot. Met al je krog, maat. Huts, jongen. Doe die eens dan, doe die. Die is zwak nu, die is zwak. Oh, meteen. Oh, ik heb stralende neuzen gelukkig. Voetballen. Auw. Dit kan ook zo. En die moet blijven zitten. Dan zou die wel heel lekker naarheen gaan, maar dat gaan we niet doen. Zo, kijk eens. Dag 4 van de verbouwing. Wat is er allemaal gebeurd? Kijk eens even. Dit was rond, net als dit. Maar dat gaan ze vierkant maken. En kijk eens hoeveel ruimte en lichtinval je daardoor krijgt. Stalen bint erin ter versteviging van de muur. Dan zijn ze hier bezig met hout voor het verlaagd plafond. Hele stapel, zie je dat? Nou, de douche beneden, helemaal uitgebikt. Ook helemaal beautiful. Nou, de aannemer en zijn medewerkers doen het vakwerk. En wij gaan weer al het puin en al het sloopwerk doen. Dus helemaal top. Oh, wat. Jee, dat is echt serieus. Je hebt veel apparatuur in de bouw, maar dit maakt de meeste herrie ooit. Zo'n slijptol of wat is het? Ze gaan een heel groot gat. Hele grote portier maken, of portier, hoe zeg je dat, deurpost gaan ze maken. Dan komt er een hele mooie glazen deur in, helemaal tot aan het plafond.
Dat moet er echt heel strak dan uitzien, hè? Dat wordt een zwarte deur, wordt heel mooi. Ja, kom maar! Kijk dan. Ja. Kijk. Hoppa. Oh, dit wordt een lekkere, dit wordt een lekkere, dit wordt een lekkere. Oh, oh, er wordt een stroom op je boven. Hey! Er wordt een grote deur. Ja, jongens, het is nu een bouwval. Dus ik krijg morgen mijn waterpas. Ik heb nog nooit zo'n grote waterpas gezien. Kijk dan. Wat een joekel. Het is gewoon 2 meter of zo. Kijk, het komt helemaal boven me uit. Yeah! Ik heb hier mijn prachtige sleutel. Die ga ik op het moment overhandigen aan Edwin. Nee. Alsjeblieft, maat. Dankjewel. Die komt hem ophalen. Want goede handen. Hij, nou, dat mag ik hopen. Doe je alsjeblieft absoluut. Voorzichtig met mijn schatje. Als mijn dochter. Als mijn dochter. Hem, nou, dan hoop ik dat je er niet mishandelt. Nee. Nee. Ja, hij heeft best wel wat mankementjes eigenlijk. Ja, het is natuurlijk van Audi, maar het blijft een Italiaan. Deze spiegel aan de buitenkant, die kraakt ontzettend als je hem op slot doet. Dan klappen ze in, weet je, gaat heel erg kraken tijdens het inklappen. Deze wiel, die kraakt als je helemaal naar rechts stuurt. Dan gaat mijn raam aan de bestuurderskant heel slecht dicht. En nog één dingetje. Ik weet niet, ik heb een lijstje gemaakt. Die heb ik naar John gestuurd, waar hij natuurlijk vandaan komt. We zien de lijst wel. We zien de lijst wel, ja. Nou, het is een fantastische auto, alleen hoeveel A4'tjes? 26. 26 A4'tjes. Ja. Alles op te lossen, ook dit. Komt goed. Ja, het zijn allemaal kleine dingetjes. Ja, detailtjes. Ja, ik ga even kijken bij de leenauto die ik heb gekregen. Dat is een mooi ding. Weer een A6. Geen RS6? Nee, geen RS6. Die ik had, maar een A6. Jouw RS6 is alweer verkocht. Ik zag het. Ik kreeg allemaal filmpjes. Dat hij door Alkmaar heen reed, dat hij door Amsterdam heen reed en zo. Ja, er kwam iemand, zoontje was uiteraard helemaal fan. Dus, van een man die hem gekocht heeft. Van die man die hem gekocht heeft. Dus pap, je moet hem kopen, je moet hem kopen. Dus, hij heeft hem gekocht, dat is goed gegaan. Onder dwang. Ja. Maar heeft hij een ander uitlaatsysteem eronder gedaan? Nee. Oh, dan ben ik gewoon vergeten hoe hard die klonk. Want hij klinkt nog steeds. Ja, hij klinkt echt hard, ja. Ja nou, dit is maar dan een RS6 ingeruild, RS6. Ja, helemaal idolaat van jou. Wat dus, heeft hij ingeruild? Een SS. Op een RS6, ja, dat is mooi. RS6, ja, witte SS. Ik werd op Instagram getagd door allemaal Carspots accounts. De oude auto van Don de Jonge, zo. Superleuk. Echt best wel veel filmpjes. Die man is er lekker van aan het genieten. Dus mocht je dit zien, geniet ervan. En het zoontje ook, want het is een fantastische waaier. Maar hij klonk zo hard tijdens het reffen, ja. Zo op die filmpjes. Ik ben dat bijna vergeten hoe hard dat ding klonk. Ja, hij klinkt nog steeds extremer eigenlijk als. Hij klinkt hij klinkt extremer als welke RS6 dan ook. Er zit geen chiptuning op niks niet, maar die pops en bangs die zijn extremer dan. Ja, ik weet niet wat dat is. Exemplaren. Die van jou deed het altijd wel heel erg. Die van mij is wel heel erg, hè? Leuk en hard, ja, absoluut. Ik snap niet hoe het kan, maar hij klonk echt verschrikkelijk hard. Super. Mij hoorde je niet klagen. Ja. Ah, dit is toch ook een heerlijk bakje. Kijk, zo'n diesel. Een B-turbo diesel. Nou, fantastische waai. Nou, bedankt en houdoe, hè? Houdoe. Houdoe, maat. Tot snel! Ik baal er wel oprecht een klein beetje van dat hij er vandoor gaat. Want ik had heel veel zin gehad om even te planken. Maar het is niet anders. Oh, navigatie zit hij waarschijnlijk. Waar moet ik heen? Nou. Joejoe. Zacht toetertje. Daar gaat hij. Tot snel. Oké, die bouwvakkers die zijn sterk, hè? Moet je kijken. Oké, dat is een solide 2 seconden, denk ik. Ja. Zoiets. Nou ja. 3 moet lukken. Oké, cool. Dik ben je niet, dus daar moet het niet aan liggen. Cool. Nee. Was dat een scheet? Nee. Oh. Maar hoe de hel? Bovenstand. Knokkels naar de muur. Knokkels naar de muur. Onderstand, knokkels naar de opening van de deur. Andersom. Zo. Nee, helemaal anders. Zo. En dan onderstaan ik voel nu al dat dit niks wordt. Onderstaan en strekken. Nee, maar train je dit op? Bovenste trekken, onderste gestrekt houden. Ja. Hoi. Ja. Is niet te doen, joh. Kijk. En nu jij. Ja, doe nog eens. Maar dit is echt serieus, hè. Hoe de hel doe je zoiets? Ja. Je moet je benen op gestrekt houden. Bouwvak zo sterk inderdaad. Maar welke spieren moet je daarvoor trainen om dat te kunnen? Buikspier denk ik. Core, ja, vooral buikspieren. Even wachten hoor, ik moet wel even goed kijken. En ook hoog gewoon!
Oh, daar gaat je duim al. Ja, dat kan er ook nog bij, hè? Ook wel zwaarder. Ja, dat is helemaal naakt. Nu moet je het naakt doen voor gewichtsverklaring. Als je het schoenen uit doet, scheelt heel veel. Ja? Ja, maar ik ken Neo, dat gaat niks. Ik probeer nog één keer. Zie je altijd, je soms van die gasten zie je 5 minuten zo hangen, toch? Ja, man, dan gaat nog iemand opstaan ook. Als je een vriendin erop staat. Ja. Als je hem wil leren, moet je jezelf klein maken en dan omhoog. Dus je gaat. Daarheen. Oh, oh. What the fuck? Flip check! Die kant op en dan die erbij. What the? Ja, het ziet zo goed uit als jij doet, man. Ja. Oh, wait. Oh, wait. Hey. Doe jij dat eens dan met je benen klein maken? Alle drie. Alle drie, hè. En die derde dan lastig? Nee, nou, daar merk je niks van, joh. Die is er wel. Inderdaad, ik mag best wel niet te doen. Dus je benen in. Kom. Oké, wel even. Benen intrekken. Nee, knieën naar je buik. Ja, juist. Buik omhoog. Wow! Ik voel een soort verlepte Spider-Man. Mag ik het dan eens proberen? Ja. Het wordt er echt niet beter op als je je knieën intrekt, hoor, maat. Kijk, probeer maar. Zo. Je ziet, je gaat omhoog en dan ga je gelijk weer omlaag. Ja, echt beter. Best wel. Laten we die taart aan even kijken. Oh! Oh, die had ik je goed, hè? Tijd om te eten! Ja, tijd om te chappen! Turkish Delight en lekkere gedroogde abrikoos. En dat ga ik doen bij Halal met Mees. Eens even kijken. Volgens mij zie ik al mensen. Hallo! Morgen! Goeiedag! Alles goed? Lekker, man. Dat zijn slakken, man. Ik wil dat kijken. Dat zijn geen slakken. Dat is gedroogde abrikoos en Turkish Delight. Ik dacht, heb ik gekregen van een maat van mij. Nou. Thanks. Heel smakelijk. What if I trip? What if I fall? Je snapt hem niet, nu moest je vallen. What if I trip? What if I fall? Ja, dedication! Mees, heb je een crusty hand towel? Heb jij ook wel eens een knappige handdoek bij je bed liggen, Mees? Nee, eigenlijk niet. Zijn meestal sokken. Heb je zulke ergens zweetvoeten? Ja, man. Ga je mijn haartjes wassen, Mees? Ja. Hij zit nog in de verbouwing, dus hij heeft zijn kapperstoel voor het wassen, weet je wel. Die kom waar je nek in legt, dat is nog niet af. Ik gebruik die gewoon niet, hoor. Nee, je moet die toch nog... Nee, ik gebruik die gewoon niet. Oh. Ja, kom, we gaan eerst even... Kom maar. Ja. Is het goed, meneer? Ja, dit is goed, meneer. Oh, meneer, ik vind het wel erg koud. Oh, ik heb denk ik op koud gezet. Hé, meneer, moet je eens ruiken, meneer? Stink jij? Ja, ik loop te dampen, jongen. Ik laat lekkere scheetjes aan, Mattie. Kijk, ik kan ook hoofdmassage erbij doen. Dat doe ik wel voor jou. Neusmassage, moet nog een keer ruiken. Auw, wat was niet meer nodig, gast? Maar wat heb jij, waarom kreeg ik die klap in mijn nek? Waar is dat voor? Voor de video. Voor de video? Dit vind ik wel echt een bro-mens, dit, hè? Bro. Dit is wel, auw, dit is zo heet. Auw. Wacht, we zijn nog niet klaar, Dom. Nee, geen conditioner. Oh, ja. Ik ga jou zo meteen, als jij in je stoel zit en je hebt het niet door, ketat. Ja, en dan ga ik zo meteen in je stoel, dan ga ik... Tat! Nee, dan staan we kiet als ik het nu doe. Dat is niet waar. Dom, we gaan weer vechten, het wordt weer vechten vandaag. Nee. Oké, hello, ik heb een vraagje. Wat gaan we doen? Ga ik weer opscheer en helemaal gemillimeterd? Yep. Of opscheer en toch een soort kuifje of iets naar voren. Wat vind jij? Ik heb echt zin om te millimeteren. Gaan we doen? We gaan het gewoon doen. Gewoon zoals Mees heeft, alleen nog iets korter. Kijk eens wat een haar er van die Mees afkomt, hè? Wat gewoon een grapje willen maken. Hè? Wat voor grapje willen maken. Ik wil geen grapje maken, ik wacht op Hello. Ah, ja. Als verpest ik zijn knipwerk. Die kregen dat terug. Laat eens zien, Mees. Laat die fresh cut eens zien. Shit. Oké. Dan gaan we hem ontsmetten, hè? Vind ik echt leuk om te doen. Oké, dat was hem. Nee, ik ga niet kloten. Je kan me vertrouwen. Hij zegt bang. Zo, ikke. Wow. Zo heb je een groot voorhoofd, jongen. Nee, dat heb ik altijd. Ja, maar als je wat harder... Jij hebt een grote buik, ik heb een groot voorhoofd, Mees. Iedereen En ik heb een grote piemel, jij niet. Opeten. Mijn neus is niet alleen mijn voorhoofd, het is groot, ook mijn neus. Kijk.
Gaten, jongen. Zit er nog stof in, jongens? Jezus. Nou, die hebben we ook een beetje aangekomen. Oh, jij kan wat zeggen, ik zeg het maar niet. Nee, maar dames en heren, dankjewel naar het kijken van deze video. Dit is mede mogelijk gemaakt door Haarstyling Zeist. Nu krijg je nog een gratis knipbeurt zoals gewoonlijk. Swipe up! Het ziet er alweer mooi uit. Check. Zo, die komt er. Zo. Stand 2, 3, 4 naar 6, 8. Mooi contour. Kijk, 0. Elkaar mogelijk die shaver en dan echt die overloop van 0,5, 1, 1,5, 2, 3. Ik ben weer helemaal tevreden. Nuf chillen bij Mees. Zo, ik rijd nu snel naar Mees huis. Dat is niet waar, ik ga naar mijn ouders huis. Ja, ik wilde nog wel even bij Mees chillen. Alleen, ja, Mees was met de pomade en ik dacht, ja, weet je, ik weet niet. Ik heb zin om lekker naar huis te gaan met mijn verse Marokkaanse koep op Mars. Weet je wat raar is? Sinds dat de verbouwingen zijn begonnen, heb ik het gevoel dat alles, dat de dagen veel korter zijn. Want je staat er ram in die tent en dan is het in één keer weer al donker, je chapt. Nou, ik ga naar de kapper, mijn dag is alweer over voor mijn gevoel. Terwijl er waarschijnlijk best wel veel gebeurd is. Ik heb eens enorm veel puin geruimd en gesloopt weer. Ik vlieg gewoon allemaal lekker voorbij. Ik vind het ook leuk, dus dan, ja, je weet wat ze zeggen. De tijd vliegt als je naar je zin hebt. Nou, in ieder geval, ik rij lekker naar mijn ouders toe. Ja, ik was naar huis gereden, maar ik ben beland bij Roy. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Mocht het nou zijn, vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later! Hello.